List comprehensions zijn een kortere manier om lijsten aan te maken. We maken hier een lijst aan met lengte n is 3. Dat doen we door eerst een lege lijst aan te maken. Vervolgens laten we i loopen over de range 0 tot n. En we gaan elke waarde van i aan de lijst toevoegen. Dit levert deze lijst op. We kunnen dit korter schrijven door simpelweg de lijst uit te schrijven met de hand. Maar dit is niet praktisch wanneer n een hele grote waarde heeft. Daarom mogen we in Python ook zeggen, een lijst aanmaken met i, waarbij we voor i moeten opgeven welke waardes die mag hebben. We kunnen nu simpelweg deze for loop binnen de blokhaken van de lijst halen. Dus op deze manier hebben we dezelfde lijst gegenereerd als dat we hier genereren. Deze nieuwe manier van het maken van een lijst noemen we een list comprehension. Eigenlijk hebben we hier alleen de volgorde veranderd van de statements die we hier hebben staan. Namelijk deze mylist blokhaak openen is hier terechtgekomen, waarbij hier de blokhaak sluiten te vinden is. Deze for loop i range 0 tot n is binnen de list komen te staan. En deze append operatie, dat is deze i hier. Waarin we dus het mylist.append deel niet hoeven te schrijven. We kunnen hier simpel de waarde van i noemen. En hierdoor wordt deze list aangemaakt. Dit is een kortere manier en heeft vaak de voorkeur boven deze manier die iets omslachtiger is.